Lieve mensen, en welkom terug in Planet Zoo. Het is een regenachtige dag vandaag in het pinguïnverblijf. Het is ook echt ontzettend donker ineens. Ik had dat eigenlijk helemaal niet door toen ik bezig was. Want ik ben al even bezig. Is dit nou groen? Is het water hier wel schoon? Ja, het zou wel schoon moeten zijn. Nou, ik weet niet. Het lijkt toch alsof dit groen is. Nou, misschien is dat wel de bedoeling. De pinguïns hebben het in ieder geval fijn. Ik heb al even een beetje rondgekeken door de dierentuin. Omdat ik even wat management dingen wilde doen. Zo heb ik al mijn personeel opgeleid. Dus iedereen is in training nu. Ik heb ook alle lonen een beetje omhoog gedaan. Ik heb een paard weggedaan, want die hadden te weinig ruimte. Ik heb het nelpaardengebied uitgebreid. Want die hadden ook te weinig ruimte. Omdat ze allemaal kleintjes krijgen. En ik heb hier een heel padennetwerk gebouwd. Want ik dacht, dan heb ik vast wat voorwerk gedaan voor de habitats die ik ga maken. In de vorige aflevering dus deze, voor de pinguïns. En toen zei ik ook, nou misschien is het wel tof om hier wat meer een ijsgebied te maken. Ik denk dat ik dat hier aan de rechterkant zo een beetje ga doen. Dus als je hier dan uitkomt, dan kun je hierheen en verder het ijsgebied in. En dan heb ik hier nog ruimte voor andere waterdieren. Wisselen het een beetje af. Dit heeft nog steeds negatieve invloed. Nou ja, daar heb ik niet zo'n boodschap aan. Wasberen, zo te zien, gaan nu dingen doen die we liever niet hebben. Dus, Oh ja, dierenartsonderzoek, helemaal top. Dus ik ga even kijken naar de wasberen. Want blijkbaar zijn daar een aantal ouder geworden. Ja, dus een hele hoop. 2,5. Zijn er dan maar 2? Ik zit te denken, we hebben er dan 2. Misschien dat ik gewoon een nieuw vrouwtje koop. En dan alle kleintjes uitzet. Voor 257 conservation credits. Dat is best lekker. We hebben daar trouwens best wel veel nu, 1800. En dan doe ik gewoon even een nieuw wasbeervrouwtje erin. Want ik wil incest en dingen voorkomen. Misschien is het wel cool nu. Laten we dat doen. We doen een albino. Die kunnen we gewoon kopen. Ik ben wel benieuwd hoe die eruit zien. Dit is het wasbeerverblijf, toch? Mij wel. Dus jullie stoppen nu ook met vechten, hoop ik. Waarom vechten jullie? Niet doen. Waar zijn de skunks? Heb ik überhaupt nog skunks? Kijk, soms schiet dat manager er een beetje bij in bij mij. Dus dan moet ik soms even opnieuw naar kijken. Oh, kijk, hier. We hebben een mannetje en een vrouwtje met 2 kids. Nou, dat is helemaal goed. Veel bezoekers vinden de kaartjes te goedkoop. Nou, het wordt een dure dierentuin zo. Maar dat maakt mij niet uit. Als ze het ervoor willen betalen, dan is dat helemaal prima. Het is trouwens ook gewoon een gigantische dierentuin al. Moet je kijken, joh. Wat een dingwal hebben gebouwd. Het wordt wel wat hier. En nu dus het watergebied. De vorige keer hebben we dus de pinguïns toegevoegd. Daarvoor de Californische zeeleeuw. En nou, bedankt opnieuw voor al jullie suggesties voor nieuwe dieren. Heel leuk vind ik dat. Natuurlijk waterdieren, hè? Want dit wordt het watergebied. Ik heb hier trouwens ook nog even een pad zo tussendoor gemaakt, zodat keepers en mensen zo weer hier naartoe kunnen. Ik zit ook nog even te denken, heb ik het nieuwe ding wel, de nieuwe habitat wel toegevoegd? Een neem dus. Oké, nou, dan voegen we die even toe. Zo, die gaan aan dat watergebied zo. Dus dan kunnen er ook gewoon mensen hier de dieren eten geven. Dat lijkt me wel zo handig. En we hebben dus we hebben ook nog een Californische zeeleeuw die zwanger is. En we hebben nu een albino wasbeer. Oh, kijk hoe mooi. Oh, wauw. Oh, dat is echt cool. Misschien moeten we vaker albino dieren doen. Vaak zijn die wat minder gezond. Oh, kijk hoe vet die is. Maar het is best wel leuk om daar ook kleintjes van te krijgen. Het kan zijn dat we nog een albino kleintje ook daarvan krijgen. Kan ook zijn van niet. Net zoals dat in het echt zo is natuurlijk. Ik zit te denken, misschien moet ik dit even een beetje zo verstoppen. Achter wat stenen of zo. Zodat mensen niet al die lelijke huisjes en dingetjes al te veel in hun gezicht, in hun zichtveld hebben. Even zien of dat hier niet te dichtbij staat. Nee, kijk, dat is het fijne. Als je dus van die mooie huisjes neerzet, dan vinden mensen het niet zo erg om daar naar te kijken. Dan staat er ook nog, hou op, ook nog een koala in teelt te doen. Nou, zo gaan we eventjes alle dieren af. Om te zien wat we hier kunnen doen. Kijk, deze zijn onvruchtbaar, want die zijn op leeftijd. Dan hebben we 1 oud mannetje. Laten we die op, anticonceptie zetten. En dan doen we de 2 kleintjes, denk ik, weg. Het zetten in het wild.
En dan komen er voorlopig even geen kleine koala's. Maar als er eentje overlijdt, dan kopen we gewoon nieuwe. Dan hebben we dat probleem ook weer opgelost. Kijk, zo makkelijk gaat dat. Ik heb ook hallo gezegd tegen iedereen. Maar we hebben dus bijna 2000 conservation credits. Daar zouden we zelfs wel wat mee kunnen doen. Want ik bedenk me ineens, ik heb natuurlijk wel voorwerk gedaan. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet bedacht welk dier we gaan doen. Nou heb ik wel een dier in mijn hoofd wat heel vaak is aangevraagd. Een aquatisch dier is dat uiteraard. Ik ga hem even opzoeken. Capybara is vaak gevraagd, weet ik. Ook, even kijken, kaimannen, zulke soort dieren. Een eland ook. Is ook aquatisch trouwens, dat wist ik niet. Kunnen die nog met andere dieren leven? Nee. IJsberen natuurlijk, dat is ook heel cool. Dat is natuurlijk mooi voor het ijsgebied. Maar ik wilde eigenlijk nu eventjes andere dieren doen. Want ijsgebied gaan we dus kan ik zo hier in het hoekje laten zien. Aan deze kant doen. Maar ik wil eigenlijk eerst rechtdoor bouwen. Dus ik zat te denken aan wat kleinere dieren. Namelijk het vogelbekdier. Kunnen die met anderen leven? Nee. Het vogelbekdier, dat gaan we gewoon doen. Die moeten er sowieso in natuurlijk, als we een aquatisch gebied hebben. Die zijn bijna bedreigd in het wild. Er zijn er 30.000 tot 300.000. Nou, dat is nogal een verschil, maar goed. Ze leven in Australië. Dus het continent Oceanië. Ze hebben water nodig, ook water waar ze diep in kunnen duiken. Maar ze hebben een laag hekje nodig. Dus dat is wel leuk. Dan kunnen de bezoekers daar gewoon overheen kijken. Ze leven niet met heel veel. Eigenlijk wist ik, zeg maar voorafgaand, voordat deze dieren werden toegevoegd aan Planet Zoo, echt heel weinig over ze. Maar ze leven dus, ze kunnen in kleine groepjes leven, maar dus ook gewoon solitair. De mensen die kunnen de habitat betreden in principe van de vogelbekdier. Ik was even de naam kwijt. Dus ik zit te denken, misschien dat we één habitat kunnen maken, zeg maar. Alsof het één habitat is waar mensen dan doorheen lopen. Nou, we beginnen gewoon hiermee. Ze hebben dus niet zo heel veel ruimte nodig. 180 vierkante meter. En ik zit te denken, misschien dat we gewoon dit gebiedje ervoor kunnen gebruiken. En dan denk ik dat we gewoon mensen er omheen laten lopen. Omheiningen dus. Laten we daarmee beginnen. Ik zit te twijfelen of dat ik misschien iets ga doen met... Dat je onder water kunt kijken ook. Dus even te denken, stel dat ik dat wil... Kijk, want wat je bijvoorbeeld kunt doen, is het volgende. Je kan bijvoorbeeld zo'n stempelgereedschapje pakken. Die maak je dan even wat lager. Ja, wat kleiner in dit geval. Kijk, en dan maak je een soort afscheidingje. Ietsjes lager wil ik hem nog. Eigenlijk echt nog wel fors lager, 4 meter. Nou, dat is het laagste wat kan. Kijk, en dan doe je zo. Dan druk je op X, dan krijg je die pijlen. Dan ga je zo op de top. Naar de andere kant. Dan hebben we een klein beetje een afscheiding. En op deze manier kunnen we dan een onderwater... mensen onder water laten kijken. Want als je nu een omheining doet... En dan is bijvoorbeeld dat dikke glas... Vind ik altijd wel mooi. Omdat dat ook geschikt is om water tegen te houden natuurlijk. En dan doe je... Even zien hoor. Zoiets. Kijk, ik ben ondertussen... Ik weet dat dit kan... Maar ik weet niet helemaal zeker of dat dit de perfecte weg is om het te doen. Dus in dit geval willen we hem bijvoorbeeld zoiets. Dan is hij wel een stukje van het pad af, maar dat vind ik op zich geen ramp. Want we kunnen hem... Kijk, zo kunnen we hem er naartoe halen. Dan doen we een plusje. Zoiets. Kijk, er zijn mensen die... en dat zeiden ze terecht. Van, je kan natuurlijk ook ronden... hekjes maken, zeg maar. In dit geval is dat nog niet echt nodig. Maar zoals hier bijvoorbeeld. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil deze met een ronding. En als het goed is, kan ik die dan... dit wordt dan niet mooi. Want hij... Kijk, dat vind ik altijd vervelend met die ronde hekken. Dus hebben we dat gelijk te pakken. Ik weet niet goed hoe ik die nou moet vormen. Want nu is het gewoon vervelend. Maar ik zou het wel vet vinden eigenlijk. Dus... Ik ga gewoon even proberen. Zo, maken we hem rond. Ah ja, oké, kijk. Zo, als je gewoon het opnieuw bouwt, dan is het wat fijner. Dus bedankt opnieuw voor degene die deze tip gaf. Er zei dus iemand gewoon in de comments, je kan ook ronde hekjes doen. Of in ieder geval in een ronding, waardoor die mooier langs het pad loopt. Kijk, zoals deze, die kan ik nu een beetje zo in dit hoekje trekken. Kijk, dan loopt hij nog mooier langs het pad. Hier heb ik dan... wil ik eigenlijk die even hierheen.
Kijk, want dan sluiten we hem hier aan. Sluiten we hem hier aan op dit stuk. En dit houdt zeg maar het water binnen. In ieder geval is dat mijn bedoeling. Zoiets. Kijk, en als het goed is, kunnen we nu water kiezen. En dan kunnen we het erin mikken. En dan kunnen mensen kijken. Het probleem is dat het nu nog niet hoog genoeg is, denk ik. Het hek. Dus die gaan we nu eventjes wat hoger maken. Kijk, die kun je op zich gewoon omhoog trekken. Want die kun je later nog omlaag doen tot waar het kan. Kijk, en dan kun je het tot de rand vullen. Dan selecteer je het hek opnieuw. Oh, wat maken we er weer wat moois van, hè? En dan op het top doen we hem weer omlaag. Zo. Dit zou ik ook nog wel wat... Ja, die kan ook nog wat omlaag. Dan is het ietsjes minder lelijk. Kijk. En dan kunnen mensen gewoon hier zo... Die kunnen er overheen kijken, dus in het water. Net zoals nou ja, wanneer je naar vissen kijkt of zo. En hier zo kunnen ze dan op het land. Nou denk ik dat, dat deze habitat best wel flink wordt. Dus ik begin nu toch te twijfelen of dat we hier platypussen in gaan doen. Hier, kijk, nu hebben we dit zeg maar gebruikt als afscheidingje voor het hekje. Daar hoef je verder niet verder, want we kunnen hier gewoon doorgaan met het hek. Zit ik even te twijfelen wat we nodig hebben. Of wat handig is in ieder geval om te gebruiken. Even kijken hoor. Het is een watergebied. Misschien moeten we kunnen we wel gewoon doorgaan met glas. Misschien is het ook best wel mooi gewoon. Gaan we hier rond? Oh, ik wil het wel graag ietsjes langer. Een meter of 20. ietsjes kleiner alsjeblieft. Zo. Hopla. En hopla. Nou ja, goed. Nu moeten we dus even naar die rechte stukken weer. Want anders dan krijgen we hem niet goed daar in de hoek. Ik ga anders gewoon eerst eventjes hier heen. En dan trekken we hem wel gewoon zo die hoek in. Hop. Die hierheen. Hop. En dan doen we hem weer wat langer. Dit is wel heel rond. Zo. Kijk, het is soms... Kijk, nu wordt die ronding gewoon heel raar. Dus dan ga ik toch gewoon weer recht doen, denk ik. Weet je, ik heb het geprobeerd. Supergoed idee. Ik heb het ook... het is me bij een stukje gelukt. Maar over het algemeen hou ik toch gewoon van het wat rechter houden. Dus dat is wat we verder gaan doen. Nou ja, ik kleur gewoon weer dat hek neer, zoals ik dat altijd doe. En dan daarna zet ik het pas goed. Dan... ja, dan dat vind ik altijd wat fijner werken. Hoeft niet. Mag wel. Zo, en dan zet ik hier nog een pilaar. Hopla. Nou, zo ziet het er best wel vet uit, toch? Dit kan dan nog omlaag, want het is nu 1,80 meter. Dat doen we dan vanaf hier naar 1 meter hoeft het maar. Kijk, en dan kunnen mensen zo over dat randje hangen en de diertjes zien. Nou hebben we natuurlijk nog een probleem, want hier is gewoon één grote berg. En daar kunnen die dieren natuurlijk niet opklimmen. Dus wat we kunnen doen, is egaliseren tot fundering. En dan doen we het vrij klein. Zo, en dan klik je gewoon zo in het midden. En dan is het de bedoeling dat we een soort van aflopend stukje maken. Mocht dat lukken. Zo, het is, ja, je moet het een beetje gaan aanvoelen, zeg maar. Een beetje rondklikken en dan... Op een gegeven moment wordt het wel een redelijk goede heuvel. En vervolgens kan je hem nog een beetje egaliseren zo. Als dat lukt. Kijk, het is nu vrij recht. Ik maak eerst dat plateautje even wat groter. Want dan hebben we iets meer ruimte om mee te werken. Zo, dan gaan we het zo een beetje verlagen. Dat hoge gras is ook niet heel handig. Doe eens even laag gras. Dan kan ik het beter zien. Zo. Hopla. Ietsjes hoger nog. Zo, en dan gaan we omlaag. En omlaag. Totdat het een beetje een heuveltje is waarvan je denkt, nou, daar kunnen ze wel tegen opkomen. Dit zou ongeveer moeten kunnen. Kijk, dan heb je gewoon een soort, ja, een soort sloopje. Ja, een sloop, hoe noem je dat? Een helling. En dan kunnen de dieren vervolgens het water in. Nou denk ik wel dat we hier misschien ook nog even een soort van... stukje moeten maken waar ze wat makkelijker van af kunnen komen. Zoiets.
Ik weet niet of dat het water er nu overheen klotst. Ik denk het wel. Nou, Ctrl-Z, hè, dan kun je gewoon dingen terug doen. Mocht je een foutje hebben gemaakt, wat dan ook. Hop. Zo is denk ik al voldoende voor ze eigenlijk. Ergens zit nu een probleempje. Ik ga nog eens even helemaal terug nadat er weer water was. Dan maken we dit wat groter. Kijk, het probleem is, dit wil nog wel eens een puzzel zijn. Maar geef niet op, zou ik zeggen. Vaak lukt het op een gegeven moment wel. Kijk, als het goed is kunnen we nu iets maken waardoor het water wel eroverheen kan. Ik denk dat het water over de berg heen gaat, zeg maar. Is het wat te ongelijk geworden misschien? Nou, wie weet kunnen ze er wel in. Laten we gewoon eerst ze zo meteen ingooien. Ik moet natuurlijk ook nog een hekje hebben. Dat kan denk ik zo'n lage zijn. Wat is handig? Laten we die in deze hoek ergens proberen. Kunnen ze makkelijk heen lopen. Dat is de reden. Ondertussen gebeurt er echt van alles. Kijk even snel wat er hier gebeurt. Gevaarlijke gevechten. Oh, de karakals die zijn oud worden. Dat dierenarts. Oh nee, dit was monteuronderzoek. Maar dat gaat zo hard. Moet je kijken. Dierenartsonderzoek. Hoppatee. Lekker bezig. Dan doen we ondertussen toch dat. Kijk, de game speelt heel goed op in mijn van de hak op de tak gedrag. Want er gebeurt echt altijd van alles natuurlijk. Zo. En die. Ik ga nu ook alle ziektes onderzoeken. Dat is ook chill gewoon als je nog een nieuwe franchise start. Dan is dat ook allemaal onderzocht. Dus dat kun je ook net zo goed doen. Ik heb alle drankzaken. Nou, dan gaan we nu in ieder geval de eetzaken doen. Wat voor thema's? Oh, misschien aquatisch thema. Dan hebben we gelijk iets leuks voor dit gebied. Hebben we dan nog iets nodig? Misschien is het ook wel leuk om wat klimmogelijkheden erbij te hebben. Want zoals eerder gezegd vind ik dat niet heel leuk om te maken. Dus dan heb ik dat liever gewoon voor mij gemaakt. De karakal moesten we dan nog doen. Kijk, ik onthoud het nu wel redelijk. We hebben een meisje en een jongetje. En die gaan we uitzetten in het wild, want dat doen we steeds. Dan krijgen we ook nog eens 191 conservation credits voor, wat helemaal goud is. Hier is dan een mooi plekje met water en alles. Dit is 720 vierkante meter land en 230 vierkante meter water. Dat is wel best wel wat. Ze hebben natuurlijk ook diep water nodig, bedenk me nu. Maar we gaan wel even kijken of dat zo is. 730 vierkante meter. Dat is echt huge voor ze, want ze hebben maar 180 nodig. Misschien is het dan leuker om bijvoorbeeld een reuzenotter te doen. Die hebben wel een hoger hek nodig, maar dat maakt mij op zich niet uit. Dat is meer een tropisch dier. Die hebben ook diep water nodig. Kijk, op zich zou dat heel prima kunnen. Misschien zijn die wel leuk dan, toch? Of willen we misschien nog pinguïns? Kijk, want we hebben ook nog de zwartvoetpinguïn. Die leven in de woestijn. Maar die kunnen met heel veel leven. Het is misschien wel leuk om daar gewoon heel veel van in te doen. Ja, laten we dat doen. Want het leuke is dan, dan kom je hier uit het koningspinguïn gebied. En dan loop je zo baf tegen andere pinguïnsoorten aan. En vervolgens kun je hier het hoekje om naar het ijsgebied. Dus misschien is dat wel juist wel heel leuk. Dus, nou ja, zo beslissen we nu even dat we niet het vogelbek doen, maar de zwartvoetpinguïn. Die zijn bedreigd trouwens. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het altijd heel erg. Ze leven bij de kust van Zuid-Afrika. Je hebt ze vast wel eens gezien. Of van die hele mooie steenrotsen en zo. Ze hebben wel een klasse 2 hek van 1,5 meter nodig. Dus het hekje moet wat omhoog. Maar dat is niet zo'n ramp. Kijk, deze doen we dan. Even kijken. Mag ik... die hoeven we helemaal niet omhoog te doen. Deze moeten we omhoog doen. Op de top. Zo. Waar is dat ding? Ja, bedankt. 1,5 meter. Zo dan. Kijk, dan is het helemaal mooi dat we glas hebben. Want dan kunnen kinderen gewoon door het glas kijken en ouders eroverheen. Dan doen we die. Even zien. Dierenhandel. Zwartvoetpinguïn. Ik neem aan dat die ook gewoon voor normaal geld gaan. Zwartvoetpinguïn. Oeh. Of toch niet. Even kijken. Gaan jullie ook gewoon voor cash?
Ja, mannetjes, twee mannetjes. Nou, weet je, misschien moeten we het gewoon eens voor die... moeten we eens wat gaan besteden, die conservation credits. Kijk, er zijn wat gouden. Dat hoeft voor mij niet per se. Maar ik wil op zich wel een goeie. Kijk, zoals deze is wel goud. Kijk, deze is goud en maar 200 conservation credits. Nou, daar hebben we net die karakals voor verkocht. Dus dat is wat mij betreft prima. En dan hebben we... Nou ja, kunnen we nog een paar vrouwtjes erbij doen. Even kijken hoe duur ze zijn. Ook 200. Er zijn niet veel vrouwtjes, blijkbaar. Dus we hebben er nu twee. Dan hebben we in totaal 3 dieren. Is dat überhaupt genoeg voor ze? Volgens mij moesten het er 6 zijn. Ja, 6. Nou, dan even kijken. Kunnen dat ook gewoon mannetjes zijn? Ja, dus mannen, vrouwen maakt allemaal niet uit. Nou, dan kopen we gewoon nog... gaan we 3 mannetjes... 2 mannetjes erbij. En dan wachten we gewoon nog even op wat vrouwen, denk ik. Kunnen we nog een keer verversen? Nee, geen vrouwen nog. Nou, dan maar mannen. Dan zou ik die voor cash toch wel willen. Even zien. Ze zijn echt niet goedkoop. Ik dacht dat er veel meer zouden zijn eigenlijk. Zien. Dit mannetje is wel al oud. Deze. Heeft niet zo'n hoge levensverwachting, maar is dus ook niet zo duur. Dan hebben we er 5. Nou, dan wachten we gewoon nog even op de vrouwtjes. Sturen we deze vast naar de dierentuin. En als het goed is, hebben die dan meer dan genoeg ruimte. En ik ben dan vooral eventjes benieuwd nog of ze wel het water in kunnen. Dat is wat ik wilde zeggen. Oep, daar ga ik heen. Ik denk, nu we toch aan het wachten zijn, dan kan ik ondertussen even van die schermpjes neerzetten nog. Kijk, er is ook stroom, dat is ook mooi. Bla. Oh. En er is een Bandit Wallaby die aan intil doet. Dus dan ga ik eerst even dat fixen. Kijk, hoe groter de dierentuin wordt, hoe meer gedoe. wie is te groot? Jij bent oud geworden. Jij bent oud geworden. Jij bent oud geworden. Oh, je bent al zwanger ook. Nou, dat is top. Zo. Volgens mij zijn dat alle jonkies. Tenminste, die hier zijn geboren. En voor... 36 kunnen we ze uitzetten. Er is er eentje zwanger. Dus ik denk dat daarom die niet weg kunnen. En we hebben ook nog een beloning te claimen. Nou, qua geld zit het natuurlijk helemaal niet verkeerd. We hebben natuurlijk ook nog eens de lonen echt flink opgeschaald. Dus dat is helemaal geen probleem. We kunnen zelfs wel even zometeen kijken naar het upgraden van het voer ook voor de dieren. Want daardoor worden ze ook weer gelukkiger. Als het goed is... Is daar tegenwoordig een pagina voor om dat goed te fixen? Oh, hier is geen stroom. Ik bedenk me net dat ik helemaal niet heb veranderd dat het over de... Nou ja, die pinguïn die moet nog komen, dus daarom ziet hij niet. Even denken, waar dacht ik aan? Ja, educatief. Ja, staat ver weg. Ik begrijp het. Dier gestorven. Oh, koala. Het koala mannetje is gestorven. Ja, dan moet ik die toevoegen. Ondertussen wordt de pinguïn geleverd. Ik ga gewoon ondertussen even die koala. Koala mannetje uitzoeken. Koala. En de man. Ik wil wel een goede man. Hij is wel prima. Dan wil ik die naar de dierentuin hebben. In ons verblijf 5. Waar de mensen doorheen kunnen lopen. Lucas heet de koala. En kijk. Hier zijn de pinguïns. Kijk, het is zo'n ander dier dan... Kijk, het zijn duidelijk pinguïns natuurlijk, hè? Maar als je dan die andere hier bekijkt, die zien er zo anders uit. Ik vind dat echt leuk. Daarom denk ik dat het misschien wel goed is dat we het zo hebben gedaan. Dat mensen gelijk het verschil tussen die dieren kunnen zien. Ik zag trouwens, toen ik jou aanklikte, dat je niet heel blij bent. Ligt het aan mij? Oh nee, het is nu weer goed. Die beesten zijn heel klein, hebben een heel groot hok. Dat is op zich prima, want... komen er vast nog meer. Kijk, en ze kunnen het water in. Dat is al vast heel goed nieuws. Dan kan ik dit wat omhoog doen nog, want hier konden ze uitkomen, stond er. En dan kan ik nu ook dit veranderen. Nou, we komen er wel, hè. Duurt even. Hop. Maar zoals gezegd, dit is, want ik heb zelfs voor deze aflevering nog best wel wat voorbereiding gedaan. Maar zodra je nu op play klikt, dan komt er een hele berg aan nieuws binnen. Dus ja, dat is soms even een ding. Zoals nu Jackson, die gestorven is. Nou, dat wordt wel geregeld verder. Dan gaan we nu kijken naar wat ze allemaal nodig hebben. Je ziet al, ze zijn niet heel gelukkig.
De ruimte is toch wel goed, neem ik aan. Maar we gaan even kijken. Het terrein is in ieder geval echt niet best. Ze hebben veel te veel lang gras. Ze hebben veel te weinig aarde. Dat vinden ze blijkbaar heel fijn. Dus we maken hier gewoon lekker een aardehelling van. Zo, hebben jullie nu genoeg aarde? Ja, ze houden ook heel erg van zand. Nou, dat vind ik prima. Dat is dus heel anders dan de pinguïns die we in dat vorige verblijf hadden. Die hielden trouwens ook wel van zand. Maar ja, dat is natuurlijk meer een Arctisch gebied. En deze dieren leven meer in een woestijngebied. Dus flinke verschillen tussen de diertjes. Ze hebben niet genoeg diep water, zie ik. Hoe diep moet dat water van 2 meter diep? Ik dacht dat het in ieder geval wel 2 meter diep was. Blijkbaar niet. Dus ik ga dan... Je hoeft niet alles helemaal diep te maken dan. Maar ik kan wel gewoon zo een stukje dan even wat dieper voor ze maken. En als het goed is, heeft dat verder geen gevolgen. Als het goed is, moet ik weer waarschijnlijk dit weer optillen of zo. Dan vindt hij het weer te laag. Zo, en dan gooi je er weer water in. Het zijn altijd dezelfde problemen eigenlijk waar je tegenaan loopt. Ja, dit was de goede hoogte. Dus mocht het dan weer geblokkeerd raken, dan komt dat meestal doordat je hek weer te laag is geworden. Tenminste, dat vindt de game dan, hè. Zo, en dan is het, als het goed is, gefixt voor ze. Hebben ze, denk ik, ook voldoende diepwater. Nee dus. Oh jee, heb ik het net weer helemaal aangepast. Nou, gaan we het weer opnieuw doen. Hoppatee. Zoveel werk kan het soms zijn, hè. Water eruit. Dan wil ik het nog meer diepwater hebben. Oh, ik ging helemaal een tunnel maken nu. Dat is ook weer niet de bedoeling. Zo, mooi diep. Dan kun je ze zowel voorbij zien zwemmen als in de diepte zien zwemmen. Dat is op zich prima. En ik wil het water natuurlijk ook nog even de goede kleur geven wel. Zodat mensen het iets beter kunnen zien. Ik vind het op zich wel de goede kleur, maar het mag van mij doorzichtig zijn. Dus ik ga dat hier doen. En dan zeg ik de doorzichtigheid moet heel hoog. Kijk, dan kunnen mensen ze gewoon zien in het water. Deze paal mag ook omlaag. Hopla. Dan. Ben je blij? Ja, zo is hij helemaal blij met water. Met het terrein ook. Ze hebben alleen nog een stevige schelplaats nodig. Nou, bedenk ik me ineens. We hebben natuurlijk dat nog niet onderzocht. Of is dat ondertussen wel gedaan? We hebben ook nog weer een beloning. Er komen beloningen binnen. Even zien. Hebben we ondertussen dat monteuronderzoek gedaan? Want het zou wel leuk zijn om aquatische huisjes neer te zetten. Maar goed, in dit geval kan ik natuurlijk nog even gewoon een ander huisje pakken. Dan zetten we die later wel neer. Kijk, zo'n huisje ziet er ook wel cool uit hier, vind ik. Ik vind dit sowieso echt een mooi thema, dat natuurbehoud. Ik wil in principe deze er wel inzetten. En dan het... mag dit niet? Ik wil eigenlijk zeg maar alleen de omheining van dit ding. Dus ik haal het quarantaineverblijf eruit. Dan plaats ik dit ding. Dan heb je helemaal geen terreinaanpassing nodig als het goed is. Ja, hop. Dan halen we die weg. Kunnen ze hier gewoon het huisje in. Oh, dit is echt helemaal met stokjes gemaakt. Hop, hop, hop. Zo, dan hebben ze hier lekker een huisje. Zit ik nog te denken, willen we hier glas... Je kunt het ook openmaken bijvoorbeeld. Nee, weet je, je loopt maar om ze te zien. Dat is ook wel helemaal prima. Dan hebben ze lekker privacy hier. Dat is best. Als het goed is, en we gaan dit huisje nog veranderen dus. Voor een huisje wat beter past bij het thema. Even zien. Hier zijn ze nu helemaal gelukkig. De omgeving, ja, die klimop vinden ze niet leuk natuurlijk. Dat begrijp ik. Ze hoeven ook helemaal niet bedekking te hebben eigenlijk. Ik vind het wel leuk om iets te hebben eigenlijk. Dus we gaan even naar de Afrikaanse woestijn. En dan zetten we gewoon nog even wat van die boompjes zo neer. Zoiets. Wat hebben we dan nog meer? Gewoon kleine, wat lagere bosjes. Misschien is het nog wel leuk om een paar woestijnstenen zo spreiden hier. Krijgen ze wel wat minder gebied door, maar ze zijn toch huge.
Of het gebied is huge, dus daar zullen de dieren verder niet zo last van hebben. Ik vind het ook altijd wel chill om gewoon dit lelijke stukje zo een beetje wat mooier te laten zijn. Want hier hebben we gewoon wat gaten natuurlijk. Omdat die grond niet helemaal tot het pad kan doorlopen. Dus dan vul ik die op met steen. Hopla. Dat boompje staat daar mooi bovenop. Ik vind het zo wel goed. Ook omdat ze natuurlijk niet zo heel veel nodig hebben. Ik zal nog even kijken of dat er wat aquatische dingen zijn. Kijk, zoals deze plantjes op de bodem is misschien nog wel cool om te hebben. Maar dit telt ook allemaal als bedekking. Dus op zich hoeft het niet van ze. Hopla. Is het nu niet te veel voor jullie? Waarschijnlijk wel. Oh, dit stopt. Oké. En dan dacht ik, misschien kunnen we dit ook nog wat toffer maken met wat stenen hier. Want onder water zijn er natuurlijk vaak rotsen. En dan ziet het er toch net even wat minder nep gemaakt uit, zeg maar. Of in ieder geval door mensen gemaakt uit. Kijk, dan kan je ze zo onder water zien zwemmen. Van bovenaf kun je ze ook nog zien. En hier kun je ze gewoon lekker zien chillen in de zon. Ik vind het cool. Heb ik hier nou de goede pinguïn? Ja, dat heb ik. Even zien. Is dit alles wat jullie leuk vinden? Dan hebben we natuurlijk nog wat verrijking nodig. Dat doen we bij verblijf. En dan doen we een zwart voet. Ik ben benieuwd wat we voor ze hebben ondertussen. We hebben natuurlijk een onderwater feeder. Misschien is dat wel cool, want dan kunnen mensen ze onder water ook gewoon zien eten. Hop, dan hebben we nog gewoon slow feeders. Ik vind het ook wel leuk als mensen ze goed kunnen zien als ze boven water zijn. Dus die zetten we ook nog zo een beetje. Mag dat? Wat is er aan de hand? Staat denk ik dan te dicht bij de omheining. Zoiets. Slow feeders dus. Dan doen we nog gewoon wat speeltjes. Ik wil eigenlijk, denk ik, vooral speeltjes hier. Zodat mensen de dieren gewoon van dichtbij kunnen zien. Misschien is het nog wel leuk om zo'n platformpje te doen ook. Kan dat überhaupt? Ja, dat kan. Dat is op zich wel cool. Daar kunnen mensen ook gewoon zien dat ze daarop liggen te chillen. Want volgens mij slapen ze daarop. En dan vind ik het ook nog wel fijn voor ze als ze een bedje hebben. Zo, mooie bedjes. Hier hou ik het ook echt eventjes verstopt voor de mensen. Oh, een gestreept skunk. Er is een hoop inteelt aan de gang tegenwoordig. Dat komt gewoon omdat al die kinderen die groeien gewoon als een rek. En dan gaan ze inteelt doen. Nou, hop, die kunnen we weer uitzetten in het wild. Nog meer conservation credits erbij. En zo hebben we eigenlijk bijna die pinguïns gratis gekregen. Of in ieder geval, we hebben ze alweer terugverdiend. Dan ga ik nog even kijken of dat er nog een vrouwtje is. Ja, die zie ik hier al. Oh, die is niet vruchtbaar. Even kijken hoor, want dan wil ik even kijken of dat er nog meer vrouwtjes zijn. Nou, deze, die heeft wel slechte immuniteit. Maar hoeveel hebben we er dan nu? Volgens mij 5. Nou ja, dan zijn ze niet helemaal gelukkig. Kijken, nog even checken. Hebben we er inderdaad 5 of hebben we er nu 6? Nee, nu hebben we er 6. Dus 3 vrouwtjes, 3 mannetjes. Dus dat is echt helemaal top. Dat is perfect. Dus zij blij, ik blij. Dan moeten we natuurlijk nog wel wat prullenbakken en dergelijke toevoegen. Ik zit ook te denken, misschien nog wat winkeltjes hier en daar. Ik denk dat ik in de volgende aflevering even wat meer aandacht ga besteden aan de gasten ook. Dat heb ik nu voor mijn gevoel al een tijdje niet gedaan. Zodat die ook allemaal blij zijn. Genoeg te eten hebben, genoeg zitplekken, genoeg te drinken enzovoort enzovoort. Dus daar ga ik in de volgende aflevering even aandacht aan besteden. Of ik ga tussendoor daar even aandacht aan besteden. Ik ga even kijken wat daarmee handig is. Oh, die wil ik niet in de habitat AB. Zo. Hop, dan nog wat bankjes. Ik vind eigenlijk deze bankjes altijd gewoon het mooist. Hij flipt steeds ineens naar een plek waar ik niet wil. Zo, wat bankjes. Hier zo. Zo, dan kan je hier lekker zitten. En zien hoe ze onder water aan het spelen zijn.
voldoende zitplekjes. Zo, de eerste mensen zijn er ook al. Kijk, die staan... Kijk, dat vind ik cool, dat je dan over het hekje heen kan kijken. Kijk, die zijn lang zat. Een foto bij de pinguïn. Ja hoor. En kijk hem chillen. Dus dat is fantastisch. Nou, ik ben heel blij met deze habitat. Ik vond het ook leuk om jullie nog even te laten zien hoe je op andere manieren zo'n onderwaterding kan. Kijk, hier is het natuurlijk echt huge geworden. Maar het kan dus ook wat kleiner. Dan heb je dus zo'n hellinkje voor nodig. Nou, dan weten jullie dat ook. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Laat weer even in de comments weten wat voor dieren jullie willen laten zien. Nogmaals, ik kan niet overal op reageren. Ik zal ook niet altijd doen wat iedereen zegt. Maar ik probeer wel te kijken welk dier ik veel voorbij zien komen. En dat onthoud ik echt. Dus laat het lekker weten en dan gaan we lekker zo verder. Ik bedenk me nu... Kijk, dit blijft nu aan de gang. Ik kan dit spel nu blijven spelen, want er gebeurt zoveel. Maar ik moet dit nog even aan het werkgebied toevoegen. Nou, dan ga ik nu snel de video stoppen voordat ik nog meer dingen te doen krijg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Heb een hele leuke dag. Wees lief voor elkaar. En tot de volgende video. Doei allemaal.